De jaarbeurs 2016 ging gisteren van start op het KKF-beursterrein. De beurs wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken en duurt tot en met 1 december. Nadat het Surinaams volkslied was gezongen door Firish Ulitram, hield KKF-voorzitter Anil Padarat zijn openingstoespraak. Padarat gaf aan dat het niet makkelijk was om bedrijven te motiveren om deel te nemen aan de jaarbeurs vanwege de verslechterde economische situatie. Hij is zeer tevreden met de 125 enthousiaste deelnemers. Zij tonen aan dat ze waarachtige ondernemers zijn die zich niet laten tegenhouden door de economische omstandigheden in Suriname. Opgeven is geen optie. Het is onze taak om bedrijven aan te moedigen, zei KKF-voorzitter Padarat. Als overkoepelende bedrijfslevenorganisatie is het onze taak om bedrijven aan te moedigen zich staande te houden en de kansen die deze uitdagende periode bieden aan te grijpen en die te ontwikkelen. Downperiodes zijn ook evaluatiemomenten. Ook KKF heeft zich daarom beraden over de opzet van de beurs. Het beoogt doel en rendement van de deelnemers en bedrijven. De beurs blijkt haar bestaande recht te hebben en te behouden. De verschillende bedrijven hebben zich ook uiterste best gedaan om het aangenaam te maken en te benadrukken waar zij voor staan. Behalve onze jaarlijkse beurs heeft KKF haar reguliere taak. In januari dit jaar is er een nieuw bestuur aangetreden. Onze belangrijke taak is professionaliseren van de Kamer. Anil Padarat gaf verder aan dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn werkarmen heeft ingezet om het bedrijfsleven op specifieke gebieden te ondersteunen. Enkele van de werkarmen zijn BISOS. BISOS was een van de eerste werkarmen al 10 jaar lang. En zij hebben ons, de Kamer, veel ondersteund. ESWIC is ook een van de werkarmen. KABU is ook een van de werkarmen. KABU is weer geactiveerd. En de taken zijn om de CARICOM en de handelsmissie te organiseren. We hebben Stichting FabLab, die ook een ondersteuning is voor de Kamer. Stichting FabLab is weer eens bedoeld wanneer ondernemers een product hebben en ze willen het uitprinten, driedimensioneel, en kunnen ze dat hier doen bij ons. Stichting Business Innovation is ook een van de werkarmen en Stichting Community Choice. Anil Padarat, voorzitter van de KKF, gisteren bij de opening van de jaarbeurs 2016. De beurs is dagelijks open van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.